Carwatch doet dan. Is meer dan een carwatch. Je vindt er naast de wasstraat ook 24 interieureilanden en een self-carwatch. Carwatch Doordam staat garant voor innovatieve technieken, scherpe prijzen en verschillende acties. Carwatch Doordam. Je auto was nog nooit zo proper. Dat is een einde. Dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is tra-la-la-la-la-la. Ja, dat is tra-la-la-la-la. Dat is een einde. Dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is tra-la-la-la-la-la. Ja, dat is tra-la-la-la-la. Hier staat T-shirt te kunnen we daar. Ja, ja, ja. Deur geven. Los, maar je doet de zet, jongen. Ga maar door. Ik wil er zeker nog een rest aan. Ja, maar ja, want het is wel verschillend. Jongens! Mijn vriend. Ja, zal ik je Jens. Ik sta nu bij ons met Geert in de kiosk. Zijn laatste ronde. Het is een feit, hè, Geert. Hoeveel jaar hebt u op de baan gelopen? Juist, dat telt 28 jaar. Ja. En valt dat mee? Het is een beetje emotioneel nu, ja. Ik had ook niet gedacht dat er hier zoveel volk ging staan. En ja, het is heel emotioneel. Nu, welk gevoel hebt u die laatste krant nu in de bus gestopt van de morgen? Ja, een beetje spijt aan de ene kant. Ik heb het altijd graag gedaan. Aan de andere kant wel een beetje oef, het is gedaan. Ja. En hoe gaat het leven nu verder verlopen voor u? We blijven onze winkel behouden natuurlijk, dus daar hebben we nog onze handen mee vol. Maar de ronde die is dus gestopt, dus het zal wel een beetje lichter zijn voor ons. Maar de winkel die blijven we nog voor de volgende 100% verder doen. Ja. Je moet wel een man met karakter geweest zijn, hè? Elke dag, om welk uur stond je elke dag op? Om 2 uur stond ik ook op, alle dagen. Dus vandaag mijn laatste keer om 2 uur opgestaan. En ja, tegen, ja, kijk, nu 7 uur ongeveer ben ik normaal altijd thuis. Hè. En wordt de ronde nu overgenomen? Wij hadden een overnemer, maar die heeft in laatste instantie afgezegd. Dus alles gaat naar de uitgevers en alles wordt op abonnement gezet. En het aantal kranten vroeger tegen u, hoe zit dat nu eigenlijk qua verdeling? Ik ben begonnen met ongeveer 300 kranten en dan rond 2005, dat was mijn hoogtepunt, dan had ik rond de 700 kranten. Maar dat kon ik niet volhouden. En dan, nu ben ik gezakt terug naar 300 kranten. En nu ja, het is eigenlijk een beetje op doktersadvies dat ik moet stoppen, want longproblemen en daarom. De gezondheid primeert natuurlijk. Hè? De gezondheid primeert en ja, ik kan daar ook niks aan doen, maar ik moet stoppen. Want ik kan u een kleine anekdote vertellen. Dus, u was altijd vroeg op straat. Rare dingen meegemaakt soms? Ja, inbraken gezien. Veel zatterikken natuurlijk. In het weekend, vooral de zaterdag. Maar ik heb ook een inbraak verijdeld bijvoorbeeld. Politie op tijd opgebeld, zodanig dat ze konden tijdig ingrijpen. Ja, zulke dingen allemaal, dat komt allemaal tegen s'nachts. Ja. Wat gaat u nu verder doen in de week? Alleszins langer slapen. Dat zal wel zin wel zijn. Maar dan samen met vrouwtje opstaan en de winkel verder doen. En het zal rustiger zijn. Ja. We wensen je nog veel succes toe verder in de winkel. Allee! Allee!